En dat speelt dit keer voor Limbombe. Dan draait Thomas en dan is hij hem kwijt. Dan is de keeper enigszins uit positie. Afvuurt Limbombe de bal in het zijnet. Van den Berg. Thomas. Van de Belt. Hard ingespeeld. En dat loopt prima. Chirino. En dan daar is het Lerati die voor de openingstreffer zorgt. En T in de dubbele cijfers daarmee. Het is zijn tiende van het seizoen. Van Hintem wordt doorgespeeld van de Berg. Met Bijleveld. En gaat door Reuseler. Het lijkt dan te hard, maar Van Hintem weet toch die bal nog binnen te krijgen. En dan is het weer een volgende treffer. Een volgende speler die in de dubbele cijfers komt. Van de Belt. Ook voor hem geldt, dit is zijn tiende. Zo in vijf minuten tijd twee keer een goal. Dit is Lachsier en daar is de volgende vanuit de draai. Nee, keeper nog met de redding. En bij Rode JC kijken ze naar de assistent, naar de zijkant. Van, waarom blijf jij vlag omlaag? We hebben het niet gevlagd, dus is het een prima redding van Moritz Nicolas. En het gelijk is aan de zijde van de grensrechter. Vente voor het doorkoppen. Van der Heijden. Dan gaat hij zelf positie kiezen in de spits. Van der Heijden. Dan met het schot. En dat is niet eens zo heel erg verkeerd. Een van de betere aanvallende momenten van Rode JC in deze wedstrijd. Nu aangeboden door Arjan van der Heijden. Posterman. Vente. Komt hij erin bij dan Belen? Komt hij binnen door? Vente. Ja, dat zijn wel de momenten, nu een paar keer, dat ze wel wat gevaarlijker worden. Nu spelen, ja tuurlijk. Met hartjes. Postema, Vossenbelt. Rijdt, ook hij komt er eens mee op. En zo krijgt Rode JC eindelijk een beetje druk op Pixel. Redelijk makkelijk worden verdedigd. Dit is nog een aardig schot, zeg. Over het doel gaat, over de kruising. Mooi getrapt. Vente. Postema. Vente. Hartjes in het midden, hartjes in het midden. En die moeten maken, maak hem ook. 73e minuut. En het is 1-2. Lennart Hartjes. Limbombe. Een keer die bal de 16 in zien te krijgen. Dat is bij deze gelukt. En hoe dan verder? Bal richting Vente. Postema. Hij rijdt. Met rechts schieten. Boyd rijdt binnenkantje paal. Dit was toch de kans om er 2-2 van te maken. Komt er nog een kans om er 2-2 van te maken. Wat een geweldige redding van Schendelaar. Met dan nog een keer een aanval langs. Dat waren drie voor de prijs van 1. Boyd rijdt binnenkantje paal. Daar heeft Pexol alle geluk van de wereld. Dan is dit de volgende kans met een geweldige redding van Schendelaar. En dan gaat de volgende bal voorlangs het doel. En dan is het dus einde wedstrijd. En 60 minuten lang niks aan de hand. De laatste half uur Rode JC sterker en een paar keer dus redelijk dichtbij. Die treffer wat heet op het einde. Er zat er niet heel veel tussen.